Victory, de kampioen vorig jaar in eerste divisie. Voor het eerst in 58 jaar nog eens op het hoogste niveau in deze 6-puntenwedstrijd tegen White Star. Begint wel niet goed voor Victory. Van na 7 minuten slecht verdedigen achterin bij Victory. Kijk hier, stick wordt gewoon omhoog gelaten. En dan is daar Van Bogaert die weet te scoren. Strafcorner voor Victory. Het eerste kassel wordt er gewisseld. De bal komt bij Fletcher, niet goed aangegeven. Sarto dan maar. Al met al makkelijke redding voor Renault. Zo blijft het 0-1. Ja, ze hebben een hele goede strafcorner qua gemiddelde. Dit seizoen doet het wel beter dan dit. Corner voor White Star. Aan de kop van de cirkel Grandchamp en Gukasov. Het gaat naar de Zwitser. Loris Grandchamp kan slepen de redding van Verhoeven. Ex-Brakschatta, ex-Beerschot. Mal recht op zijn lichaam, maar goed verwerkt met de handschoen. Nieuwe strafcorner. En daar is Grandchamp kan slepen. Sleept hem nu wel binnen. Derde op rij. De eerste twee werden goed uitgelopen door Clément. Nu komt hij net te laat. En dan is hij hard binnen door de Zwitser. En zo 0-2 voor White Star. Dat echt de betere ploeg is in deze eerste helft. Victory komt er nauwelijks aan te pas. Opnieuw strafcorner. Opnieuw Grandchamp kan opnieuw slepen. De redding van Verhoeven met de voet. En zo vooral kansen op de strafcorner voor White Star. Dat makkelijker in de cirkel komt dan Victory, dat er eigenlijk nooit komt. Nu opletten met de versnelling van Dickmans. Bal achteruit. Daar is Hermans en alweer Verhoeven agressief uit zijn doel. Dit is wat je moet doen als doelman. Hier nog eens die strafcorner. Goede redding met de voet. En dan wat later moest hij weer zijn kunnen tonen. Nu wel agressief uit zijn doel. Na die goede actie van Dickmans. En dan Cyril Hermans. Eerste minuten van het seizoen. Wel een goede wedstrijd aan het spelen. Eindelijk eens een verre bal. En dan komt hij er doorheen. Daar is de kans voor Núñez. Stuurt wat lang de redding van Renault. Op die poging van Poelmans. Maar Sip pikt de bal weer op. Meegeven met Gerra. De hoek is scherp. Veel scheelt dat niet. Voorbij de tweede paal. Eindelijk kans voor Victory. Maar wat een redding van Edgar Renault. Nog eens kijken. Het leek wat lang te duren bij Agustin Núñez. En dan vindt hij daar Sibe Poelmans maar uitstekend met de voet door Edgar Renault. Gemaakt doelpunt eruit gehaald. En zo niet de aansluitingstreffer. Ook niet via Victor Guerra. Tweede helft. Victory wat beter in de wedstrijd. Wat dreigender. Ook al heeft White Star eindelijk de wedstrijd onder controle. Nu wel de counter met Núñez. Brengt die bal hard voor. Daar is Poelmans. Kan er net niet bij. En ook Windhagen niet. Goeie snelle aanval. Bal komt voor. En dan Poelmans na een fameuze sprint. Devieert hij hem net niet binnen. Overwege derde kwart. Hoge bal. Oeh, de misser van Guerra. Bal opgepikt door Van Bogaert. En dan duurt het nog even lang bij Moens. En dan laat hij hem liggen voor Van den Houten. Ja, en zo is het 0-3. Nog anderhalf kwart te gaan. Ziet er niet goed uit voor Victory. Kijk hier, Moens, dat duurde wel erg lang. Maar laten we vooral niet vergeten, die misser van Guerra. Waardoor het gevaarlijk kan worden. En dan is Verhoeven al gevloerd vooraleer Van den Houten aan de bal komt. Want Moens die mist hier gewoon zijn controle. Dan legt die bal nog wel goed voor Van den Houten. En op die manier 0-3. Vierde kwart nog. Kwartiertje te gaan. De bal komt daar bij Clément. De redding uiteindelijk van Renault. Dit had er toch in moeten, dan zaten ze weer in de wedstrijd. Vrij uithalen, keihard, maar te centraal. Renault pakt. Nog 10 minuten. Strafcorner voor Victory. We beginnen toch wat te dreigen. Clément kan gaan slepen. Clément, niet keihard, maar wel binnen. En zo 1-3. En misschien kan het nog. Hier in een vol huis. Het publiek zet zich erachter. Nog eens kijken, niet de best uitgelopen door Willocks. Niet de best gepakt. Maar zo zie je maar, het hoeft niet altijd keihard zijn. Het zit een beetje een rare kronkeling die bal. Waardoor hij binnen gaat. Nog ruim een minuut. Ah, het wordt krap voor Victory. De bal komt nog voor. Daar is Windhagen, brengt hem voor Van der Laar. Laat hem liggen. Nee, zo zal het niet voor vandaag zijn bij Victory. Pakt Everen, of wat zeg ik, White Star uit Everen. De 3 punten. Wat een misser. Deze Cyril Hermans. Uitstekende wedstrijd. Toch een surplus voor Le Sheriff als hij erbij is. Hij is de Ion-speler van de wedstrijd. En nog belangrijker voor White Star. Zij pakken de eerste 3-punter van het seizoen.